als je bij de SER de trap oploopt, dan hangt daar een hele mooie muur met allemaal schilderijen. Maar ja, al mijn voorgangers waren mannen. Dus ja, ik ben best wel heel trots dat ik daar als eerste vrouw tussen kom te hangen. Ik heb de bof gehad dat ik wel vaker de eerste vrouwelijke voorzitter was bij de Landelijke Studentenvakbond. Later bij de PvdA, lang fractievoorzitter geweest als eerste vrouw. Maar bij de SER vond ik het wel heel bijzonder. En die schilderijen, die symboliseren dat eigenlijk. Daarom is het zo leuk om nu een schilderij te mogen krijgen van jezelf en dat je weet dat je daartussen gaat hangen. Van harte welkom op deze 8 maart, Internationale Vrouwendag, bij dit webinar Diversiteit in de Top. Ik ben gevraagd om tijdens Wereldvrouwendag, dat was een webinar, om haar daar te tekenen. Een beeld wat ik van die fotoserie genomen heb, waardoor ik er al een beetje kon oefenen voor het uiteindelijke schilderij. Ja, Mariette heeft een hele mooie lach. Ik was met dit schilderij begonnen en de mensen die daar wat van gezien hebben zeiden al gelijk van wat een mooie lach. Dus dat is echt een opvallend kenmerk van haar. En hele zachte ogen. Ik weet dat ze waarschijnlijk ook echt een killer moet zijn als je kijkt naar de functies die ze gehad heeft. Maar wat ik ervaarde wat ik terugzag is een heel warm persoon. Ook iemand die zich niet gek laat maken. In ieder geval zo komt ze op mij over. Gewoon rustig en heel sympathiek. Er komen natuurlijk veel jongeren gelukkig nu bij de SER. Dus ze denken, hey, kijk, dat kan ik worden. En wij hebben in mijn periode dat ik voorzitter mocht zijn van de SER veel gedaan aan diversiteit. Zowel aan vrouwen, maar ook aan mensen met een andere achtergrond. Nou ja, dus dat beetje kleur, om het zo maar te zeggen, nu aan de muur komt, ja, dat vind ik heel erg leuk.